Hier ergens in de buurt van Haarlem, bij het Spaarne, staat het originele beeld, standbeeld van Hansje Brinkers. Heel bekend in Amerika. Want dat kleine jongetje zou Nederland eens een keer gered hebben. Toen de dijk lekte, zou hij zijn vingers in die dijk gestopt hebben, in dat gat. En op die manier een watersnood hebben voorkomen. Nou ja, iedereen die maar een klein beetje verstand heeft van dijken weet natuurlijk dat het allemaal baarlijke nonsens is. Maar goed, eens opletten. Dit is andere koffie dan thee. Dit is het ware verhaal van Hansje Brinkers. Want de werkelijkheid was dat het jochie een stront eigenwijs en verwaand kereltje was die zich overal mee bemoeide. Als de dijkwerkers bezig waren met de dijk, dan liep hij ze voor de voeten met zijn eigenwijze opmerkingen. Oh, moet je kijken hier, er moet nog een beetje klei bij. Oh, moet je kijken, dat zand is verkeerd. Oh, moet je kijken, die steen ligt niet goed, dan moet je aanstampen. En dan zeiden die kerels wel, hey joh, ga ergens anders spelen. Maar dan zei hij, pas op hoor, mijn vader is ingenieur, die is de baas. En dat was ook zo. Zijn vader was ingenieur van Rijkswaterstaat en die was de baas. En die arbeiders waren natuurlijk bang voor een baantje. Maar toen, op zekere dag, het was oktober of november, daar wil ik van afwezen. Hele donkere wolken kwamen eraan zetten. En van die regenvlagen. En die Hansje Brinkers die liep weer rond, hè, met zijn eigenwijze opmerkingen. Die dijkwerkers die waren bezig om die dijk op te hogen. En zoals ik al zei, het was heel donker weer. En in de verte donderde het onweer. En toen plotseling, op onverklaarbare wijze, niemand weet waarom, kwam er een grote lading klei over Hansje heen. En weer een lading klei. En toen een lading stenen en een rietmat. En de volgende morgen kon niemand Hansje meer vinden. Totdat een van de arbeiders om de dijk liep. En daar die vingers uit de dijk zag steken. Kijk, dat is nou het ware verhaal van Hansje Brinkers. En laat dit een hele goede les voor jullie zijn. Bemoei je nooit en te nimmer met de zaken van volwassen mensen. Een goede avond. Prima.